Maar andersom, we moeten ook niet vergeten dat vaak dit soort zaken ook leiden tot kopieergedrag. En dus er is inderdaad wel een verhoogde staat dan op zo'n moment. Nieuws. Ja Tom, het is inmiddels meer dan een week geleden dat de aanslag op Trump heeft plaatsgevonden. Hoe kijk je er nu op terug? Ja, dat is hectisch. Kijk, het is vreselijk. Niet alleen de aanslag op Trump zelf. Maar de eerste gedachten gaan natuurlijk uit naar de slachtoffers in het publiek. De angst die het veroorzaakt. We zijn nu ruim een week verder. We hebben nu meer kennis daarover. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, iemand heeft een fout gemaakt. Alleen wie en hoezo is uitermate onduidelijk. Omdat ook de bazin van de Secret Service zegt, ja, ik ga geen details geven. Het is de grootste operationele ellende die we ooit hebben meegemaakt in ons bestaan. Maar we gaan eerst uitzoeken wat er nou precies gebeurd is. En daar heeft ze gelijk in. Ja. Jij hebt hier natuurlijk ervaring mee met dit soort operaties. Hoe gaat zo'n operatie er normaal gesproken aan toe? Nou, dat is behoorlijk veel werk. Dat houdt in dat er eerst een grote verkenning plaatsvindt. En om te kijken hoe de situatie is op scherpschutterafstand. Kijken of de wegen toegankelijk, de vluchtwegen, waar ziekenhuis. Als er ellende veroorzaakt, dus die meteen kan worden afgevoerd. Dus er wordt heel veel in kaart gebracht. Ja, en dan als ze daar komen, dan moet dat hele detail, zoals dat ze heet, moeten op zijn plek zitten. Dan wel in de auto's waarmee die getransporteerd wordt. En de volgende dag met tellencircus opnieuw. Ja. Alleen, het is natuurlijk een idee fix dat het 100% veilig is. Dat lukt nooit. Als iemand per se wil, is de kans dat je erheen komt klein, maar die is er wel. Take a look at what happened. With all that gunfire, it's easy to understand how these spectators were injured, even though they were not the target, including the sole spectator who lost his life that day. As we circle around, we can see how all the paths of the bullets were hitting in the location of this forklift machine, causing one of the hydraulic hoses to burst. Wat voor lessen moeten dan organisaties zoals de Secret Service daar uittrekken? Kijk, heel in detail weet ik dat natuurlijk niet. Ik ben er niet bij geweest. Ze zijn dat nu druk aan het bekijken. Maar als je alle informatie die we tot ons krijgen goed op een rij zet, dan lijkt het erop dat er wel informatie aanwezig was over deze persoon. Dat de maatregelen mogelijk niet helemaal toereikend waren. Hè, want er was geen surveillance op dat dak. Informatie is in de wind geslagen over lokale politiemensen die aangaven dat er mogelijk een vreemd iemand daar liep. Dus informatie is niet goed behandeld. Regie tussen diensten, lokale diensten, Secret Service is mogelijk niet optimaal geweest. En het maatregelenpakket, ja, daar zullen ze denk ik toch nog wel eens kritisch naar gaan kijken. En op het moment dat er zo'n aanslag wordt gepleegd in Amerika, gaan dan ook alle hoge pieven hier van de AIVD en de recherche en de MIVD met elkaar bellen met jongens, hè? Hou elkaar een beetje scherp. Nou, daarover zullen ze waarschijnlijk niet bellen. Maar zo'n incident heeft wel direct consequenties, ook in het buitenland. Voor iedereen die ook bezig is met bewaken en beveiligen, om te kijken van, hey, kan zoiets hier nu ook gebeuren? Zou zo'n fout bij ons mogelijk zijn? Dus je gaat je toch wel even kritisch opstellen ten opzichte van jezelf. Maar het tweede is ook dat, nou lijkt het wel een eenling te zijn in de Verenigde Staten. Maar heeft het mogelijk consequenties voor het buitenland? Maar andersom, we moeten ook niet vergeten dat vaak dit soort zaken ook leiden tot kopieergedrag. En dus er is inderdaad wel een verhoogde staat dan op zo'n moment. Enge tijden, hè? Onzekere tijden, ja. Heel vervelende tijden dat dit soort dingen gebeuren. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!